Wilbert Mutsaars, wat wij doen, wij doen uitgebreid research voor dit programma. We beginnen altijd bij LinkedIn. Ja. Of that place. Ja, als je daar niet in staat, dan, dan heb je het zelf niet goed bijgehouden. Nee, wat ik een klein interessant dingetje vond. Ik ging even kijken en het was het 4 jaar geleden volgens mij dat jij begonnen bent. Als toen nog heette het nog zendercoördinator. Nee, toen heette het ook al zendermanager. Ja, maar bij 3 voor 12 noemden ze je toen nog zendercoördinator. Ja, lekker belangrijk. Ik vond het best wel een interessant verschil. Of je zendercoördinator of zendermanager bent, voelt alsof er een verschil is geweest tussen de positie die je inneemt bij 3FM. Maar wat doe je bij 3FM? Laten we daar gewoon even mee beginnen, zonder de titel. Ik probeer te zorgen dat die zender het gewoon doet. En dat we doen wat er inhoudelijk gevraagd wordt en wat we onszelf opleggen. En dat gaat dus van muziekbeleid tot welke evenementen doen we, welke festivals doen we, welke dj's, hoe wordt de zendtijd ingedeeld. Ik kan nog lang doorgaan, maar... Nee, maar als je zegt, van ik zorg ervoor dat een zender het doet, nou, dan heb je dus een idee wanneer doet de zender het goed. Hè? Dus welke elementen spelen een rol bij het werk wat jij doet? Hoe bepaal je of jullie het goed doen? Ja, de vraag komt er vooral uit vandaan dat sommige mensen die zitten dan te denken, wat doet die man de hele dag? Je zit daar in Hilversum, denk ik, Mediapark, veel. Ja. Waar bestaat jouw dag uit? Waar hou je mee bezig? Het zijn heel eenvoudige vragen, hoor, die we hier stellen. Ik heb een vrij druk leven. Dus ik heb heel veel triljard afspraken met allerlei mensen die van alles willen. Ja. En ik heb vooral heel veel dingen die ik zelf wil. En waar ik de meeste tijd in probeer te steken is muziek. Dus welke muziek gaan we draaien? En hoe maken we de programma's? En welke festivals en welke concerten presenteren? Dus ik heb heel veel contact met het live circuit, veel contact met labels, veel met artiesten. Maar ook met, dus er komt ook wel veel beleid bij. Ik zit ook nog in de directie van de publieke omroep, dus dat is ook wel veel memo's gerul. Dus daar probeer ik zoveel mogelijk van weg te blijven. Ja, want je moet... Dat kost ook tijd. Er staat heel natuurlijk onbekend dat er heel veel vergadertijgers rondlopen, maar het meest intrigerende van toen ik me een beetje in jou zat te verdiepen was je liefde voor de muziek. Je noemt het zelf al. Ik las ergens dat jij thuis een enorme muur in je huis hebt met allemaal platen en cd's, keurig op alfabet. Ja, waar je dat is toch heel normaal voor iemand in mijn functie, toch? Als dat terugvinden, helpt het wel. Ja, nou ja, ik heb in ieder geval vriendin die het goed vindt, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar was wel een soort voorwaarde, ja. Het begint een beetje antiek aan te voelen, maar misschien dat ben ik er ook daarom wel aan gehecht. Gewoon leuk, alleen ik ben ook autistisch en als er een cd ontbreekt, word ik nog steeds nerveus. Ja, welke mis je? Ik mis bijvoorbeeld nu een van de Gun Club, dacht ik me vanochtend. En die heb ik weet ook aan wie ik hem heb uitgeleend. Die is naar Singapore geëmigreerd. Dan denk ik toch, Legt de cd van de Gun Club daar. Ik heb helemaal niet zoveel plaatsen. De ene herinnering die ik nu is van Grandmaster Flash, een van de eerste 12 inches. Die had ik uitgeleend en die lag bij iemand achter in de auto. En het was een hele warme dag en die kreeg ik zo krom terug. Ik mis het nooit, maar ik neem het er nog steeds kwalijk. Maar ja, ik vind het een beetje... Er zijn heel veel onderwerpen en heel veel dingen waar je mee bezig... Ik kies er ook voor om met heel veel dingen mee bezig te houden, moet ik ook wel eerlijk zeggen. Omdat ik het ook gewoon heel erg leuk vind. Maar dat neemt soms wat neurotische vormen aan. Ja, we praten hier aan tafel altijd veel over de impact van internet en de digitalisering op de verschillende media en de verschillende sectoren. Van radio werd heel lang gezegd, radio is eigenlijk dood en overleden. En dat is gewoon niet gebeurd. Radio leeft... Hey, yes! Vriend! Dat is jammer. Radio leeft meer dan ooit. Hoe verklaar jij dat radio zo sterk is gebleken? Als jullie ook wat willen, dan kun je bestellingen bij Mark de Kok doorgeven. Kan ook online, hoor. Ik denk dat... Volgens mij is de tijd voorbij dat we elkaar nog moeten feliciteren dat er zoiets is als het World Wide Web, toch? Elke dag dat antwoord. Ja, wat is internet? Ja, dat natuurlijk. Dat is fantastisch. En sterker nog, ik denk dat internet en alles wat daaruit voort is gevloeid, juist voor radio, of een bepaalde vorm van radio, een vliegwiel is geweest om radio up-to-date te houden. Radio is, tenminste, goede radio is live, is snel, publiek accepteert als er wat misgaat. Stomme radio, het is weer weg. Bijvoorbeeld bij tv is dat raar, als er iets echt misgaat, maar radio valt het mee.
Dus daar zit juist die elementen van radio maken dat het makkelijk is om radio, met radio social te gaan. Terwijl voor mensen die het passief willen volgen, die gewoon lekker muziek willen luisteren, maakt het niet uit, die kunnen het ook gewoon blijven volgen. Dus er zijn heel veel manieren waarbij je het actieve en het passieve en alle vormen die daar zitten, wel wat gradaties in, die kun je daar heel makkelijk in combineren. En je kan ook bij radio, je kan ook veel visueel doen, zonder dat mensen die alleen willen luisteren daar ook last van hebben. Dus het heeft eigenlijk heel veel voordelen. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom bepaalde vormen van radio het heel goed doen. En de andere is, het kwam in de andere twee gesprekken een beetje terug, is dat er natuurlijk ook gewoon een heel grote groep mensen is. En de meeste mensen hier, ze horen daar denk ik niet bij, maar er zijn heel veel mensen die gewoon denken, ja, ik wil gewoon even lekker tv kijken, even radio, even niet, ik wil niet bij cursortje nieuwe muziek, ja, wat ga ik dan in? Ja. Weet je wel, laat lekker wat horen, wat is er eigenlijk in nu? Weet je wat, en radio vervult natuurlijk ook voor mensen, is gewoon lekker, ik kan ook stofzuigen, of weet je wel, het is je hebt allerlei varianten waardoor, denk ik, radio en ook de beschikbaarheid, het gratis zijn van radio in de meeste gevallen, maakt het zeer aantrekkelijk om radio te blijven luisteren. Toen die eerste radio, zeg maar de on-demand radiostations kwamen, en ik bedoel daarmee dat je op Spotify Radio, My Radio, al die initiatieven. Aan het begin dacht ik, hey, dat is eigenlijk wel interessant, die op basis van jouw eigen interesse playlists gaan genereren, zodat je toch weer radio hebt. Ik kwam er zelf heel snel achter dat je daardoor altijd dezelfde muziek hoort, wat helemaal niet leuk is. Ja. Hoe kijk jij tegen dat soort ontwikkelingen aan? Nou, ik vind het wel interessant. Ik denk dat ook daarvoor geldt dat er heel veel dingen worden geprobeerd, zoals op elk vlak. En sommige dingen sneuvelen in schoonheid of zijn te vroeg. Maar ik denk wel dat het principe wat ik net vermeldde, dat mensen soms gewoon aangereikt willen krijgen waarvan ze ongeveer denken dat het leuk zal zijn. Zeg maar, de genius functie in iTunes werkt eigenlijk ook zo. Het is ook heel ontnuchterend, want je komt erachter dat jouw unieke muzieksmaak natuurlijk helemaal niet uniek is. Dat er heel veel cohesie is en verband tussen bepaalde artiesten of muziek die je leuk vindt. En in feite probeer je dat bij radio ook te doen, maar in feite ook probeer je iets aan te bieden waarvan mensen juist wel of niet geprikkeld worden, afhankelijk van het type station. En bij die on-demand stations werkt het feitelijk een beetje hetzelfde, alleen je mist wel de gedeelde ervaring. Je kan het wel delen met anderen, maar het is toch al. Ik vergelijk het wel eens met dat ik soms, als ik een keer tv kijk, dat ik dan wel eens denk, oh leuk, om over een half uur begint op HBO een film. En die film heb ik dan al op DVD of op een harde schijf, dus die kan ik altijd kijken, maar dat doe ik dan niet. Ja. Maar dan komt hij over een half uur en dan, wat een gekkige, en dan ga ik er dus naar zitten kijken. Ik heb een heel leuk ander voorbeeld. Je zou inderdaad zeggen, wij hadden deze week in huis, wij zijn familie met z'n vieren, groot fan van Sherlock, Engels serie. Daar begon vorige week een nieuwe serie van 3 overigens. De tweede aflevering was afgelopen zondag. En ik zelf ging schaatsen, dat vind ik nog belangrijker dan Sherlock. De dochter was heel moe, dus zei tegen de kinderen, dan kijken we toch later. Dan zei ze, nee, dat kan niet. Dit is de tijd van internet. Ja. Als we nu niet kijken, dan weten we via internet hoe het is afgelopen, hoe het speelt, et cetera. Juist door internet moeten we nu live kijken. Dat is eigenlijk wel een bijzondere constatering. Ja. Ja, zo is alles weer anders dan je denkt. Ja. Ik heb nog wel een vraag van Niels Albers, die eigenlijk ook naar aanleiding van de vorige gesprekken nu van jou wil weten, omdat we dat schijnbaar altijd vragen. De 3 dingen, moet jij noemen, die het succes van 3FM hebben bepaald. Nee, die hij mee bepaalt, hè? Ja, ja, die bepaal jij. Want hij doet heel, ik heb namelijk ook interviews gezien, dan gaat hij heel bescheiden doen, maar dat mag nu even niet dus. Hè? Ja, geen bescheiden rol. Ik denk dat dat is een soort waar vragen naar de essentie van, niet van het leven, gelukkig niet. Maar wel van dit werk. Is dat, ik denk, ik doe ook nog andere radiostations trouwens, dus, maar ik ben wel het meeste met 3FM bezig. Ja, Radio 6, Phoenix en nog wat andere dingetjes. Ja. En die vind ik eigenlijk net zo belangrijk. Dus ik vind succes, dat bedoel je eigenlijk, 3FM doet het goed en bij veel luisteraars. Dus in die zin is het succesvol en dat is interessant. Maar ik, voor mezelf had ik 4,5 jaar geleden bepaald dat ik vond
dat het muziekbeleid van 3FM moest veranderen, dat het meer naar links moest, om het maar even simpel te zeggen. Dat het onderscheidender moest worden van commerciële stations. Dat is één ding. En het andere was dat ik vond dat op online gebied, toen ik in 2009 begon, was er bijvoorbeeld nog geen eens een 3FM app, wat ik echt verbijsterend vond. Dus al die plekken, ook als eerste radiostation, een deal gemaakt met Spotify, dingen die waar ik echt problemen mee heb gehad, om dat voor elkaar te krijgen, omdat er dan altijd wel ergens een jurist is of iemand die zijn vinger opsteekt en zegt ho ho ho. Dus ik weet niet of dat, maar ja, dat zijn een aantal dingen die denk ik hebben geholpen. We zijn veel meer aan live muziek gaan doen, veel meer evenementen, veel meer festivals. Dat ook gekoppeld aan social media, dus alle DJ's. Ik vergeet het soms zelf ook, maar in 2009 twitterden de meeste DJ's nog helemaal niet. Ja, klopt. En dat is echt 4 jaar geleden. Dus ik denk dat dat wel bijdraagt. De andere is dat ik met 3FM heel erg heb geprobeerd de afgelopen jaar om meer op tv voor elkaar te krijgen. Dus gewoon tv-programma's over muziek met mensen van 3FM. Even kort door de bocht. Dus de beste singer-songwriter van Giel, of van mij bij Top Pop, of documentaires van de VPRO, of Giel Roosmarijn, die live request doen. Ik werkte nog bij de publieke omroep voor de NOS toen de rebranding van Nederland 3 gedaan werd. En toen dacht ik al van, wat ligt het voor de hand? 3FM, Nederland 3, jongeren, muziek, weet je wel, daar gaat iets moois ontstaan. Ja. Dat wil jij denk ik ook. Ja. Het gaat toch vrij moeizaam, denk ik, hè? Nee. Nee, het gaat juist heel goed. Er is meer muziek dan ooit op Nederland 3. Ja, maar ik zie daar niet de 3FM in door. Bijna al die programma's worden gepresenteerd door 3FM-mensen. Ja, maar Nederland 3 is toch ook voor veel mensen de zender van De Wereld Draait Door en van allerlei andere dingen. Ik heb nog niet het gevoel zo dat je één brand... Nee, kijk, maar dat is ook een echt een intrinsiek verschil tussen een waarom noem je die zender niet 3FM, bij wijze van spreken? Bijna 3 jaar ben ik bezig om te kijken of ik een themakanaal omgekapt kan worden naar 3FM-TV. Of een verzin een andere stomme naam, maar in ieder geval dat je denkt, oh, begrijp wel wat dat ongeveer kan zijn. Precies. Maar goed, dat kan ook. Ik bedoel, daar ben ik nog steeds mee bezig. En ik vind ook nog steeds dat kan. Maar ik denk dat van een groot publiek net, je zal altijd wel Champions League voetbal houden. Of maakt niet uit. En op woensdagavond wat Volendam muziek. Ik denk niet dat je kan verwachten van, in ieder geval met de budgetten die daaraan gekoppeld zijn, want dat vind ik vaak een, maar ja, ik weet, moeten we daar heel lang over praten? Nee hoor, nee, maak het kort, houd kort. Er is één vraag die er weer aansluit van Jesse Burkunk, die zegt, heeft een radiozender als 3FM ook een functie om online smallere doelgroepen te bedienen, of blijft het ook in de toekomst echt? Zeker. Kijk, daar gaat het. Dat doen we ook. Een van de dingen waar de afgelopen jaren mee bezig ben geweest is om Kicks Radio bijvoorbeeld te redden. Wat ook super gek toch een beetje waar ik geen zin in heb. Omdat bijvoorbeeld Kicks Radio is gewoon eigenlijk een Rob Stenders heeft dat. Ja, Rob en die had natuurlijk weer verkeerde mensen die dan weer met de verkeerde kassa's. En dus het geld was telkens op en er werd natuurlijk ook geen geld verdiend en eigenlijk was het failliet. En toen dacht ik, we hebben natuurlijk 3 voor 12, dat doen we ook al heel veel. Ik bedoel, 40-45% van al mijn online geld gaat naar 3 voor 12, omdat ik dat heel belangrijk vind. Maar ik dacht, waarom zouden we niet meer van dat soort kanalen proberen te doen? En daardoor bijvoorbeeld geprobeerd om met Kicks Radio, omdat ik het ook als een talentpool zie voor oude en jonge mensen. Ga dat dan maar doen, noem maar wat. We hebben nog allerlei andere themakanalen en deals met Spotify en Deezer. Die gemaakt zijn en die lopen. Daar kan je natuurlijk ook die curator zijn. Dan kan je ook dingen. De 3FM app bij Spotify is volgens mij hun tweede best, het meest gedownloade. Je zegt die merknaam die moet overal opduiken als kwaliteitsstempel. En mensen weten van hier zit een selectie aan vast of hier wordt een bepaald. Er zit ook wel een marketinggedachte achter als je dat bedoelt. Dat klopt wel. Maar ik denk dat het ook voor mensen helpt. Dat als je weet, als je denkt te weten waar 3FM voor staat. Bijvoorbeeld in onderzoeken zien we dat nu voor de meeste mensen helder is. Wat overigens ook kan leiden tot, dat vind ik dus een kutzender. Want dat vind ik, prima. Dat heb ik liever dan, ik weet niet, het is allemaal hetzelfde. Maar dat voor de mensen die het wel leuk vinden, dat
als er ergens 3FM staat, dat je denkt, nou, misschien is het dan wel interessant om eens te kijken wat voor muziek daar nog wordt aangeboden. Ja, nog een vraag vanuit de zaal van Doreen Morselt. Die zegt, muziek sales zijn door internet gekelderd. Geldt dat ook voor luisteraars? Zijn er minder luisteraars? Nee. Sterker nog, dat heeft een beetje te maken met hoe je het meet, maar door internet, even simpel gezegd, is de muziekconsumptie gestegen. En is ook het kunnen luisteren naar muziek, maar ook dus radio, is makkelijker geworden. Ja, dat kan je op allerlei manieren doen. Maar er wordt heel vaak in termen van cannibalisering gedacht. Ja. Dat is sowieso een mediaverhaal altijd een ingewikkeld iets. Want je zou denken, ja, mensen gaan steeds meer dingen doen, dus het gaat ten koste van iets. Dat klopt, maar er wordt natuurlijk heel veel task wordt veel tegelijk gedaan. En je ziet ook dat met name jongeren gewoon veel meer tijd aan media überhaupt besteden. En daar, sterker nog, ik denk dat we nu soms mensen bereiken die heel lang hebben gezegd, ja, radio, dat is niks en irritant. En dan soms opeens via Twitter of Facebook of wat voor manier dan ook, Google+, wat zelfs tot leven komt. Denken, nou ja, ja, nee, het gaat echt best wel hard bij ons nu. Ja, dus in ieder geval opeens 65.000 mensen die dat dan, nou, dat was een jaar geleden nog hartstikke dood. Dus daar zit wel beweging op Instagram, dat gaat ook nog wel. Maar dat daar aan een groep mensen is die denken, nou ja, misschien ga ik dan toch maar een keer luisteren. En ik vind het trouwens ook helemaal niet heilig. Ik vind het ook een misvatting, ook van veel beleidsmakers, waar ik zelf trouwens natuurlijk bij hoor, maar dat het succes of het belang van een radiozender alleen maar moet worden afgemeten aan LTA, zoals dat dan heet. Ja. Wat betekent van, hoeveel mensen luisteren en hoe lang luisteren die? Luistert. Ja, lekker belangrijk. Ik vind het ook belangrijk hoeveel mensen we op andere manieren bereiken. En hoe er op andere manieren muziekbeluistering wordt gestimuleerd, of het talent wordt gestimuleerd. En ja, dat wordt alleen vaak niet gemeten. Ja, wij meten het zelf wel. Dus als we een groot evenement hebben, zoals laatst in Leeuwarden met de Zero Quest, dan weet ik exact hoeveel mensen mobiel, online, dat weten we dan. En dat kan je hele interessante dingen. Nou, vertel veel naast dat over. Dat is inderdaad ook wel een interessant verschil. Hè? Vroeger moest je het doen met, zeker als je bij de radio werkt, eens in de televisie, ja, was nog een soort dagelijkse meting, of althans, hè, van die kastjes die er staan. Mm-hmm. Radio is volgens mij maandelijks of nog minder dan dat is. Maar ja, het is maandelijks. Ja, maandelijks. En nu heb je andere gegevens tot je beschikking. Welke gegevens heb jij nu? Nou, ik ongelooflijk veel. Kijk, die luistercijfers, dat is een grap. Dat zijn nog steeds papieren dagboekjes en er wordt nu wel met andere schemaatjes gewerkt. En je krijgt inderdaad één keer in de maand krijg je een soort, ik weet niet, bij tv gaat er altijd iedereen door de gang high-five, maar ik wil dat juist niet. Ik vind dat stom. Het is leuk als het goed gaat, maar het is niet belangrijk om dat heel erg uit te dragen. Het gaat omdat je al die andere cijfers die je namelijk dagelijks ziet, hoeveel mensen kijken live via de social player, hoeveel wordt onze content op YouTube geconsumeerd. Het voorbeeld van Serious Quest is dat ik heb nu de eerste cijfers, wat analyses binnen, dan hebben we, ik geloof, 644.000 tweetberichten. Nou, 644.000, dat kan je niet. Dat lukt niet. Dus daar zijn allerlei tools voor die jullie ongetwijfeld kennen. En ja, daar kan je veel uit leren. Hoe komen mensen naar de website? Hoe gaan ze nog rechtstreeks? Er zijn allerlei dingen waar je nu een schat aan informatie. Maar begrijp ik goed als jij zegt van online is veel meer mijn real-time, day-to-day dashboard waar ik aan afmeet en voel. Ja. Hoe dingen leven dan die officiële zijn. Ja, het is niet voor niks dat ik in de nieuwe studio van 3FM allemaal schermen heb laten ophangen waar de hele dag door die feeds lopen. En dat heeft ook wel een gevaar, want mensen die veel Twitter twitteren, dat zijn niet altijd representatief voor de grote massa. Maar het is wel heel interessant om te zien wat daar hoort. En de DJ's die zien het zelf ook. En dat levert ook, een nieuwe plaat. Wat vind je ervan? Ja, dat kon je vroeger, stuur een brief naar. Ja, dat was je niet echt gemotiveerd, toch? Dus, maar nu kun je gewoon meteen, je hebt kans dat het ook meteen de radio. Alleen bij de Song van het Jaar, toen ik zelf met mijn band hoog wilde komen, toen gingen we natuurlijk al die briefjes zelf schrijven en dan allemaal verschillende brievenbussen stoppen, zodat je toch wel in die top 10 kwam. Dus dat gaat niet tegenwoordig makkelijker. Ja. Heb je nog vragen, Stekel? Ik heb nog even Mark de Kok. 3FM lijkt van oude rebel nu de narcistische opa verteld.
Nou, met succes een... toegegeven, maar wat is je Achilleshiel? Ik snap die vergelijking totaal niet. Mark, wat bedoel je? Ben je er nog? Als hij bedoelt dat als hij succesvol is, dat mensen al sneller gaan vinden dat het narcistisch of arrogant, dat is per definitie zo. Dat is ook zo. En dat is ook dat is heel lastig om aan zo'n dogma onderweg. Overigens steek ik daar wel veel energie in, maar het is lastig. Maar vind ik helemaal niet erg als mensen dat vinden, dat mag. Maar ja, de Achilleshiel is denk ik juist dat te zijn en tevreden te zijn. Denk ik, nou, gaat goed, hè, jongens, op volgende, ja, gaat het goed. Ja, en het gaat. Ja, daar lijkt jij geen natuurlijke last van te hebben als ik je zo hier. Nee, want ik vind ook dat heel veel dingen nog helemaal niet goed gaan. Dus ik kan. Okay, wat moet er beter? Weer één ding. Of nou, ik vind dat wij op 3FM best een aantal goede DJ's hebben, maar de paar kunnen er echt nog wel veel beter worden. En er mag veel meer nieuwe aanwas ook voor andere stations zijn. Ik vind dat voor de Nederlandse muziek dat er heel veel gebeurt. En dat wij proberen daar ook heel veel aan te doen, maar er kan nog veel meer gebeuren. En dat is niet alleen onze verantwoordelijkheid, maar die ligt breder. Bijvoorbeeld bij tv, maar misschien ook wel bij andere media. Maar misschien ook wel bij de artiesten en de management. Daar kan ook nog veel meer. Online, ik word enorm belemmerd door allerlei wetgeving, mediawet. Ik begrijp al waarom die wet zo is, maar waarom verandert die niet en waarom duurt het zo lang? Dus... Ja. Ik begrijp deze dagen uit nieuwjaars speeches van voorzitters van bepaalde, of directeuren van bepaalde omroepen, dat het nog geen naam, dat het niet makkelijk kan worden. Maar dat heeft heel erg het heeft heel erg te maken met wat is de rol van de overheid, wat is de rol van media en hoe begeef je in het digitale domein en wat mag je daar niet. En daar word je eigenlijk helemaal gek van, want als je jongeren wil bereiken, wat 3FM moet doen, want we hadden het net over Nederland 3, maar de gemiddelde kijker van Nederland 3 is 49. Dus eerlijk gezegd heb ik er eigenlijk geen fuck aan. Ik bedoel, in de zin van, ik heb een leuke campagne gehad, maar dat heeft helemaal. Als je gewoon een mediabureau zou zijn, dan word je uitgelachen. Dus als je die jongeren toch wil bereiken, en dat willen we, dan moet je dus juist op die plekken, waar vaak nu wordt gezegd, dan moet je denken, ja, je mag op YouTube alleen dingen doen als het promotie is. Ja, dan noemen we het promotie, maar het is geen promotie, het is distributie. Ja, tot dus... slot nog één vraag ook uit de zaal, want ik vond het interessant wat je zei over Google+. Jij ziet natuurlijk heel goed wat de bewegingen onder jongeren zijn op die verschillende platformen. De vraag die ook gesteld wordt, zie jij ook dat Facebook naar beneden gaat? Nee. Is Facebook dood? Nee, helemaal niet. Facebook is absoluut niet dood. Alleen Facebook is wel dood voor hipsters. Dus ik moet elke dag wel lachen dat er weer iemand is die zegt, nou, kijk maar eens de stekker eruit trekken. Ja, nou ja, gefeliciteerd. Ja. Prima. Ik weet wel dat onder echte tieners, maar dat zie je ook al in cijfers, dat is een bekende verhaal. Hè? Als je je uitnodiging van je oom krijgt of je moeder, zelfs je verjaardagsfeestje, heb je ook liever dat ze er niet zijn. Dus dat is natuurlijk logisch, dat niet werkt. Het toenemen van advertenties is irritant. Ja. Ga gewoon door, hoor. Nee, dus... Maar... Ik denk wel dat je wel kan met gerust hart kan zeggen dat er een kentering is. En dat er wel iets is ingezet van een trend. Dat Facebook wat minder interessant wordt voor bepaalde mensen. Maar het gaat veel te snel om als een soort griettitulaar te zeggen, nou ja, dat Facebook is eigenlijk wel klaar. Want als je de cijfers ziet, dat is echt bizar. Hey, we gaan afspreken dat jullie de rest van de vragen aan de bar stellen. Aan de bar stellen. Jij, ontzettend bedankt. Even een applaus voor jullie. Ontzettend bedankt voor dat jullie waren. Als je nou wil zeggen welk kanaal je ook hebt, dat mensen hier de volgende keer zelf ook moeten zijn, doe dat absoluut. Wij zijn blij dat jullie hier waren. En dankjewel.